Santa Gielien, gebeurde er hier iets heel belangrijks. Dit najaar is de theatervoorstelling Kneppelvreet te zien. Het theaterstuk wordt opgevoerd in een van de zalen van het gerechtshof. De rechtspraak rondom de Friese taal, die ook bij Kneppelvreet een grote rol speelde, staat namelijk centraal. Voor organisator Jos T. was het dé kans om een theaterstuk te maken over de Friese taal. Ik ben 25 jaar geleden in Friesland gekomen als artistiek leider van theater. En toen dacht ik eigenlijk al, ging ik er eigenlijk vanuit, ik ga natuurlijk hier een voorstelling over het Fries maken. Maar het is er nooit van gekomen. Misschien toch te ingewikkeld, te ongrijpbaar. En toen kwam David Lelieveld bij P21, die zei, weet jullie wel dat het dit jaar, 70 jaar geleden is, dat Kneppelvreet heeft plaatsgevonden. Nou, toen zei de Bouke en ik, dan moet het toch maar eens wezen. Kneppelvreet, ook wel bekend als de slag op het Saailand, vond plaats op vrijdag 16 november 1951. En tijdens deze slag op het Saailand gingen verschillende demonstranten en journalisten op de vuist met de politie. En de politie greep hard in met knuppels. Dus vandaar Knuppelvrijdag, Kneppelvreet. Wat het bijzondere aan het stuk is, het blijft niet bij deze rechtszaak. Kijk, we gaan trochtetiert naar het no. We gaan dus ook naar andere rechtszaken waar het Fries een rol heeft gespeeld. En dat is het leuke en het grappige ook aan het stuk. Dus zelfs de zaak van de blokkeerfriezen komen nog eens tegen. En dat maakt het tot een hele bijzondere voorstelling ook. Het is heel actueel ook.